Welke rol speelt de Bijbel nog in onze huidige samenleving? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Maar hoe relevant is hij nog in onze huidige maatschappij? Daarover straks een gesprek met Pieter de Boer van uitgeverij Royal Jongbloed. Maar eerst dit. Het coronavirus maakt steeds meer slachtoffers. Het virus dat in China werd ontdekt is nu al in meerdere landen gesignaleerd. Aan de telefoon Harald Wiegel van het RIVM. Goeiedag, meneer Wiegel. Ja, goedenavond. Hoe groot is de omgang van het virus op dit moment? Nou, de Chinese gezondheidsautoriteiten geven inmiddels aan dat er honderden patiënten zijn in China. Mm-hmm. Er zijn ook al enkele mensen overleden als gevolg van het virus. En de meeste patiënten komen uit de Chinese plaats Wuhan of zijn daar ook geweest. Ja. En wat zijn de symptomen van het virus? Nou, mensen met het nieuwe coronavirus die hebben over het algemeen longklachten. Die kunnen kortademig zijn, kunnen koorts hebben. Het is eigenlijk net een iets ander virus dan dat we tot nu toe kenden en dat bij mensen voorkomt. Ja, is er ook de kans dat je eraan overlijdt? Er zijn een aantal mensen overleden. Ja. Ik geloof dat de teller op dit moment op 9 staat. Dus dat is wel duidelijk. Ja. Tegelijkertijd weten we ook van honderden mensen die bijvoorbeeld familie zijn van mensen die ziek zijn geweest, die verder niet ziek zijn geworden. Mm. Hoe groot is de kans dat het virus ook naar Nederland komt? Nou, het is natuurlijk mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Hè. Net als in andere landen kan iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Ja. Maar die kans wordt volgens nog als klein ingeschat. Tot nu toe lijkt het virus nog niet zo heel erg besmettelijk. En de meeste zieken komen toch voor in Wuhan in China. En er is relatief weinig reisverkeer tussen Nederland en dat gebied. Ja, want het wordt door mensen op mensen overgedragen? Dat lijkt wel te kunnen. Dat is mm-hmm. in ieder geval beschreven. Maar het lijkt erop dat niet gemakkelijk is. De WHO houdt dat in ieder geval heel goed in de gaten. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat zo'n virus zich aanpast. En dat betekent dat alle landen, en dat geldt ook voor Nederland, zeer alert hierop zijn. Ja. Neemt u als RIVM ook voorzorgsmaatregelen? Nou, het is zo dat wij ervoor gezorgd hebben dat Nederlandse infectieziektenartsen in ieder geval geïnformeerd zijn over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. En we hebben ook hele goede testen beschikbaar inmiddels waarmee kan worden vastgesteld of iemand het virus heeft. Mm. Er zijn natuurlijk ook protocollen waarin dan staat wat je moet doen als een patiënt met klachten zich meldt en positief blijkt te zijn. Ja, tot slot, het is ook in de Verenigde Staten opgedoken. Daar is natuurlijk veel meer verkeer mee met Nederland. Is dat een grotere kans dan dat het hier komt? Nou ja, waar het om gaat is dat het zo is dat de meeste mensen toch uit dat gebied daar komen die ziek zijn. Dus ja, in theorie zou het kunnen zijn dat iemand via de Verenigde Staten hier naartoe komt. Maar net wat ik daarnet al zei, de kans dat het in Nederland komt lijkt klein, maar het is niet onmogelijk. Uitstekend. Dank voor uw toelichting, Harald Wiegel van het RIVM. Aanstaande vrijdag start de eerste editie van de Maand van de Bijbel. Maar hoe wordt er anno 2020 tegen de Bijbel aangekeken? Daarover hebben we te gast in de studio Pieter de Boer van uitgeverij Royal Jongbloed. Goedenavond, meneer de Boer. Goedenavond. Ja, de Bijbel anno 2020, heeft die nog maatschappelijke waarde? Ja, ik denk van wel. En dat zien we ook wel. De Bijbel blijft natuurlijk het meest verkochte boek. Mm-hmm. En naast dat heel veel christelijke lezers de Bijbel nog steeds heel erg veel gebruiken. Denk ik ook dat we in een samenleving leven waarin mensen de allergie voor wat vroeger, hoe de allergie van vroeger tegenover de Bijbel kwijt zijn. Ja. En dat er een nieuwe generatie is die veel meer open staat voor dat mooie boek. Mm-hmm. En wat minder die negatieve klank voelt bij de Bijbel. Ja, u zegt een nieuwe generatie, jongeren. Ja. Merkt u dat die meer geïnteresseerd zijn in de Bijbel? Ja, een jongere generatie is duidelijk mm-hmm. wat opener voor de Bijbel. En we zien ook wel dat bij bepaalde doelgroepen Bijbels, dat zelfs jongere groepen ook jongeren de Bijbel graag ook op een manier willen gebruiken die wat meer past bij jongere lezers. We hebben laatst een zijlachtbijbel uitgegeven. En dat is een bijbel met mooie illustraties die past bij een jongere groep vrouwen die mm-hmm. graag de Bijbel gebruikt.
En ja, die doen het op een heel andere manier dan ja, vroeger gebruikelijk was, wat traditioneel. Dus u als uitgever zegt eigenlijk, je moet een Bijbel toesnijden op een doelgroep. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus voor deze tijd is het in ieder geval heel belangrijk. Ja. Dat de Bijbel niet te saai is, als een boek met alleen maar waarheden en woorden. Mm-hmm. Maar dat de Bijbel ook een mooi boek is, wat je kunt koesteren. Ja. En wat je kunt gebruiken, dagelijks kunt gebruiken. Ja, op een andere manier dan men vroeger gewend was. Ja. Toch zijn er ook traditionele kerken, weet u, die zeggen, je moet geen letter veranderen aan die Bijbel. Ja, dat is ook niet zo blijven. Zeker. Het is ook niet de bedoeling dat je de Bijbel qua tekst verandert. Ja. Maar je kunt hem natuurlijk wel, en dat is typisch iets van een uitgever, je kunt de layout mooier maken, je kunt een mooie band maken, je kunt mooie katernen toevoegen. En op die manier kun je de Bijbel wat prettiger maken. Ja, en dus de inhoud verandert niet, maar de vorm. Ja, en daar zijn wij goed in als jongbloed. Zeg maar, mooie Bijbels maken die prettig zijn om te gebruiken. Ja, want hoeveel Bijbels geeft u eigenlijk uit per jaar? Nou, dat zijn hoeveel verschillende soorten? Ja, ik zou het niet eens durven zeggen, maar dat worden er steeds meer. Ja. In kleinere oplages, maar wel meer variëteit. En dat zijn er tientallen. Dus misschien zijn het er wel 100 verschillende edities die wij vanuit Jongbloed maken. Ja. En elke keer komt er weer wat meer bij. En laatst hebben we de Kloosterbijbel bijvoorbeeld uitgegeven. Een hele mooie Bijbel. Die laat zien hoe de Bijbel altijd een belangrijk onderdeel is van het monastieke leven. Ja, nou wil ik niet negatief klinken, maar je zou kunnen zeggen zoveel zinnen, zoveel smaken, zoveel Bijbels. Ja, en waarom niet? Dat is heel positief, zou ik zeggen. Want laat de Bijbel maar in alle diversiteit zich ook aansluiten bij wat mensen graag willen. Dat lijkt mij een hele goede zaak. Ja. Vrijdag begint de maand van de Bijbel. Ja. Waarom is dat? En is die überhaupt nodig? Nou, nodig zou ik niet willen zeggen. Wij als uitgevers, Nederlands Dagblad, Fries Dagblad, Adveniat en Jongbloed, en nog een aantal organisaties hebben we gezegd, wij willen graag dat de Bijbel als bestseller gewoon ook eens vanuit de uitgevers in het licht geplaatst wordt. Als een belangrijk boek. Is er in Nederland ook het best verkochte boek? Jazeker. Okay, ja. Altijd nog steeds. Maar hij komt nooit op bestsellerlijsten voor. Daar is de Bijbel eigenlijk weggehouden. Terwijl dus, zeker als je al die edities samenneemt, is de Bijbel altijd nog het allerbest verkochte boek. Ja. En wij vinden als uitgevers dat ook wel eens gezegd mag worden. En dat we dat kunnen vieren in een maand. En dat we daar mensen bij elkaar brengen om met de Bijbel aan de gang te gaan. Ja, want we kunnen dan verwachten bijeenkomsten, symposia, waar mensen Bijbelstudies doen? Of... Nou, bijvoorbeeld bij de openingsactiviteit aanstaande vrijdag, morgen, dan zijn er allerlei workshops. We gaan de Bijbel lezen samen met de monniken. We gaan wandelen met de Bijbel. We gaan de Bijbel overschrijven. We hebben een mooie overschrijfbijbel gemaakt, waarbij je links de Bijbeltekst hebt, rechts lege regels. Samen de Bijbel rustig overschrijven. En we gaan zingen met de Bijbel. En Jacobine Geel komt zelf ook langs om haar essay te presenteren. Ja. Dus dat gebeurt allemaal op die dag. Ja. En verderop in de maand is er ook nog een evenement met Lectio Divina. Het langzaam lezen van de Bijbel. Op die manier met de Bijbel bezig. Dus heel praktisch met de Bijbel bezig zijn. Dat klinkt ouderwets. Ja. Wat is het precies? Nou, Lectio Divina is een manier van Bijbellezen die juist heel erg aansluit bij de behoeften van vandaag. Okay. Namelijk een hele rustige manier van Bijbellezen. Ja. Je pakt een kort stuk tekst en daar ben je een poosje stil mee. Mm-hmm. En je geeft de geest, je geeft God ruimte. Of... Je maakt ruimte om je te laten inspireren door de geest, via het woord van God. Bereikt u daar de jonge generatie ook mee? Ja, juist voor jongeren is dat een manier om de Bijbel te gebruiken. Niet vanuit het hoofd zozeer, maar op een manier dat het rust geeft. Ja. En juist in een jachtig bestaan kan de Bijbel je helpen om wat tot rust te komen. Ja. Toen ik het hoorde, die maand van de Bijbel, toen dacht ik, is dat nou gericht op mensen die de Bijbel al hebben, al kennen? Of op mensen die de Bijbel niet kennen en niet lezen? Ja. Ja, het is enerzijds, het is eigenlijk allebei. Want er zijn zoveel mensen natuurlijk die al vertrouwd zijn met de Bijbel, maar het ook fijn vinden om nog eens een keer met andere mensen in contact te komen rond de Bijbel. Ja. Maar ook de doelgroepen daaromheen, dus de mensen die de Bijbel niet kennen. Wij willen ook heel graag laten zien dat de Bijbel niet voor een exclusieve groep is, maar de Bijbel is een boek voor iedereen. Ja. En dat wil ook graag de mensen, de verschillende groepen, met elkaar verbinden. Dus niet van elkaar afhouden.
of mensen van elkaar verdelen, met elkaar verdelen, maar mensen met elkaar verbinden. Ja, en een actueel boek ook, want ik heb wel eens gehoord, als je de wereld wil begrijpen, moet je naast de Bijbel de krant lezen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd goed om mensen van je tijd te zijn. Ja. Maar de Bijbel heeft ook het kenmerk dat de Bijbel altijd meegaat met de tijd. Mm-hmm. En nou, dat is ook een taak voor ons om ook te laten zien dat de Bijbel toepasbaar is op vandaag. Ja. De Bijbel geeft antwoord op vragen waar mensen vandaag mee zitten. Ik noemde net al even het feit dat er behoefte is aan rust. Mm-hmm. De Bijbel wil rust geven. Er is behoefte aan vrede. Er is behoefte aan ontspanning en liefde. En dat wil de Bijbel, kan de Bijbel brengen. Ja, in deze jachtige wereld, zegt u, is er een boek wat dat kan geven? Zeker. Ja. Ja. U noemde net Jacobine Geel. Ze heeft een essay geschreven. Ja. Wat is haar boodschap? Haar boodschap is, het essay heet Vele Kamers. Ik heb hem voor u meegenomen om te laten zien. Het is net verschenen. Vele Kamers, zij laat zien dat de Bijbel ook een boek is dat in haar eigen leven een hele verschillende rol telkens gespeeld heeft. Op verschillende momenten in haar leven. En de Bijbel is een rijk boek waar je gedurende je hele leven uit kunt putten. Ja, ja, want de vraag die ik wilde stellen is, zo'n maand van de Bijbel, prachtig. Maar u zegt, de Bijbel is een boek voor je hele leven. Ja. Dus het mag niet tot een maand beperkt blijven. Nee, dat is ook zeker niet de bedoeling. Nee. We willen eigenlijk gewoon zeggen van gebruik de Bijbel je hele leven. Ja. Maar dit is natuurlijk ook een soort promotie van de Bijbel die we toepassen. Zet de Bijbel gewoon in een beperkte periode echt op een standaard om te zeggen van nou, gebruik dat boek juist je hele leven en niet alleen in een maand. Ja. Dus, heeft u ook medewerking van kerken? Want daar ligt de Bijbel open iedere week. Ja. Doen die ook mee in deze week? In deze maand? Nou, we hebben niet specifiek contact gezocht met kerken. Mm-hmm. We weten dat de kerken al eeuwenlang met de Bijbel bezig zijn. Maar we nodigen kerken wel uit om ook in de maand activiteiten te ontplooien. En zeker als we toegaan naar een nieuwe maand volgend jaar. We willen het elk jaar weer herhalen. Dan hopen we dat we van alle kerken ook medewerking krijgen om ook daar activiteiten te organiseren, graag zelfs. Oh, het is niet een eenmalig iets, maar u gaat dit jaarlijks herhalen. Elk jaar komt het terug, ja. Ja, prachtig. Ja. Nou ga ik u een wat ondeugende vraag stellen. U bent uitgever, een commerciële uitgeverij. U geeft de Bijbel uit, daar verdient u geld mee. Klopt. Mag dat eigenlijk wel, dat je met Gods woord geld verdient? Nou, dat is een goede vraag. Ja. Wij vinden van wel. Mm-hmm. Mits je het maar op een hele goede en zorgvuldige manier doet. Kijk, om de Bijbel te kunnen verspreiden over de hele wereld, is er gewoon geld nodig. Ja. En heb je middelen nodig om dat te doen, ook om hem te vertalen. Dus er is altijd geld nodig om de Bijbel te verspreiden. Mm-hmm. En wij zijn daarin werkzaam als dominee en koopman samen. Hè, wat we als Nederlanders goed kunnen. Goede eigenschap voor Nederlanders, ja. Ja, precies. Dus, maar dat moet wel op een hele zorgvuldige manier. Mm-hmm. En daar rust er ook een verantwoordelijkheid op. Mensen die met de Bijbel bezig zijn, om dat op een ook financieel zorgvuldige manier te doen. En wij zijn daarin gewoon een bedrijf dat eerlijk met de Bijbel aan de gang wil zijn. Maar wel met als doel de Bijbel zoveel mogelijk verspreiden. Ja. Welke vormen van Bijbels kunnen we nog verwachten van u? Nou, ik ga dat niet al te veel zeggen, maar we hebben onlangs een kloosterbijbel gemaakt. Ja. En we hebben een Elisabethbijbel gemaakt. We zullen bijbels ook in verschillende kleuren maken. Mm. En, maar er zijn, ik kan u vertellen, er staan nog heel wat op stapel. Ja, de mogelijkheden zijn legio. Ze zijn legio. En de overschrijfbijbel vind ik zelf wel een mooi voorbeeld. Daar zijn we nu mee begonnen. Ja. We hebben een mooie editie van de psalmen gemaakt. Ik schrijf hem zelf ook over. Heel vaak een psalm rustig overschrijven. Is prachtig om te doen. Binnenkort komen we ook met een vervolg. Met Spreuken en Prediker. En ook een evangelieboek wat we willen gaan uitbrengen. Als overschrijfbijbel. En daarmee willen we mensen ook aan het werk zetten. Mooi. Met de Bijbel. Morgen, of vrijdag, de aftrap van de Maand van de Bijbel. Waar is dat? In Egmond, de abdij van Egmond, in Egmond binnen. Mm-hmm. Een prachtige plek waar de Bijbel dagelijks gelezen wordt. En daar zijn we een dag lang bezig met workshops rond de Bijbel, Egmond. En mensen kunnen er nog bij, als ze willen. Ja, zeker. Van harte welkom. Ik roep iedereen op om mee te doen en zich in te schrijven via de website van de Maand van de Bijbel. Prachtig. Dank voor dit gesprek. Pieter de Boer van Royal Jongbloed. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn. Dan zijn wij weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.